Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Minecraft Hunger Games. En ik ben hier weer terug op Terran Survival Games of Desert Survival Games, weet ik hoe het heet. Maar ik ga proberen om hier eens een keer een win op te halen. Ik ga hier sowieso nog wel een keer met wat vrienden op spelen. Want wel, ik vind het een hele leuke map, maar ik wil ook gewoon een keertje winnen. Kom op, zwaard. Oh mijn god, we gaan daar naartoe. On to Fort Bark. Nee, we gaan naar Fort Shadow. Nee, Fort Moes. Nee. Jongens, jullie mogen even bepalen hoe ik dat fort vanaf nu ga noemen. Fort Bark. Nee, dat klinkt echt wel te groot. Dat is van Jerome ESF in principe. En put the leggings on. Nice. Lekker veel armor in één keer. Goed, hier was een chest. Dat weet ik nog. Met één wapen erin. Kijk. Wat? Wauw, dude. Skills, dude. Ja, oké. Okay. Jij mag daar wel klooien. Ik ga naar de bisons, oké? Okay? Bisons. Harry de bison. Oh nee, het is... Karel de bison. Karel de bison. Ik heb een boog, dat is nice. Wanneer heb ik die gekregen? Nou, weet ik veel. Karel, heb een wapen voor mij. Karel, you can't let me down. Kom op, Karel heeft wel een wapen voor mij, toch? Oh, Karel. Karel, thank you. Thank you, Karel. Je hebt gewoon wapens voor mij, Karel. Ik waardeer het zo enorm. Goed, wel, nu gaan we naar dat kleine Indianendorp met de tier 2 chests. Kijken of die al geloot is. Want wel, die is OP, dus ja. Even kijken. Dan moet ik wel zorgen dat ik niet in de kop heb beland. Even kijken, dan gaan we hier zo langs. Zo, en als ik dan hier zo jump, als het goed is, dan moet ik niet in de kop hebben kunnen belanden. Kijk eens aan. Mooi zo. Even kijken, zwaard verstoppen natuurlijk. Goed, dan moet hier ergens die tier 2 chests zijn. Nice, want daar zitten meestal altijd wel... iron of andere shit in. Dus die wil ik wel heel graag hebben. Nice. Oh, bootsy doodles. Dus iemand heeft die verhaal geloot. Ja, iemand heeft hem al geloot. Wel zo. Dan heb ik betere boots. I don't give shit. Oh dear. What? What? I will help you. Kom hier, bitch. Snipe. Oh, close call. De rest bewaar ik even. Kom hier, jij emu. Oké. Peace. What the fuck, hoe raakt hij mij zo? That ain't right. Ik heb geen helft gecheckt. Kutzooi. Wel, het schildje kunt lekker rennen op deze map. Dat is altijd leuk. Lolol, maar hij heeft de betere loot gekregen volgens mij. Nou ja, we zullen zo wel zien. Zit die noob nog steeds achter me aan? Volgens mij wel. Ik blijf gewoon rennen. Nee, hij is hem gepiest, oké. Please zeg maar dat ik iets boeiends heb. Kutzooi. Nou, dan gaan we naar de steamboat. Prima. Of wil ik hem? Nee, we gaan naar de steamboat. Niet doen, Ronald. Gewoon niet. Hij had geen goed wapen. Hoewel waarschijnlijk nou een stone sword gekregen. Maar goed, de steamboat. Is daar iemand? Nee, oké. Dan gaan we naar de steamboat. Live to fight another day. Dat is mijn strategie. En daarmee bedoel ik gewoon eerst looten en dan weer teruggaan om die ene kerel dood te maken. Nice. Goed, er is niemand op de steamboat. Dat is nice, dat is nice. Er zijn twee chests als het goed is. Dus ja. Kom op, ik kan wel wat beteren. Oh, hallo. Hey, VS Spider. How are you doing? Oh god. Hij is geloot, kutzooi. Ik heb 3 arrows. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dus wel, waar moet ik dan heen? Waar moet ik dan heen als alles al geloot is? Waar moet ik dan heen? Nou, ga ik hier maar weer terug, want hier zijn vast weer mensen en alles. Als één chest geloot is bij zo'n ding, dan is de andere ook gewoon geloot. Kutzooi. Cobwebs. Goed, ik heb wat arrows. Ik heb een fishing rod voor in het water. Ik heb die sheets weg. Heb ik toch niks aan. Even kijken, heb ik nog wat eten? Yo. En ik heb een helmpje. Geweldig. Ik ben niet in hele slechte shape, maar ook niet in OP shape. Ik kan wel wat iron armor gebruiken. Of in ieder geval wat chain. Gewoon chain of gold. Op zijn minst moet ik toch gewoon wat gold weten te bemachtigen. Even kijken. Goed.
Ik baalde zo van dat ik die kerel met die Iron Chestplate niet dood heb gemaakt. Hé, hey, er is een chest hier. Dat wist ik niet. Die ga ik even pakken. Is toch een gloed. Wauw, niet. Verrassing. Goed. We zien wel boeiens. Cactus, heun. Lon. Met melons. Grappig. Oh, chest. Deze kent vast niemand. Deze heeft vast niemand geloot. Nee, maar het is junk. Daar heb ik niks aan. Wel dan. Ik moet iets van food hebben. Oké, wel. Dan moeten we maar een mensen killen, denk ik. Gewoon, ik moet gewoon even iemand killen. Die andere kill, die had niet echt eten. Ja, hij had wat eten. Maar hij had niet het eten, zeg maar. Het eten, dat is gewoon 5 seconden met melons en zo. Dat is gewoon het eten. Maar ik heb geen eten. Ja, ik heb wat eten, maar niet veel eten. Snap je wat ik bedoel? Jawel, hè. Goed, wel. Ik ga even wat kills doden. Die niet te groot geloed zijn, natuurlijk. En dan hoop ik dat ze in het water vallen. En dat ik ze dan kan ownen met mijn actie. Of nou ja, met mijn boog natuurlijk. Even kijken. Daar is wel iemand. Even vreten. Even kijken. Wat heb jij? Hij shift clicked. I know. Kill a full iron. Maar ik moet hem in principe wel kunnen fressen. Chop, 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 chop. Hij is bijna dood, hij is bijna dood. Chop, 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 chop. Ja, ga er maar in. Ga er maar in, jongen. Je bent zo ontzettend dood. Nice. Dat is mijn loot, dankjewel. Ja. Ja, oké. Heb ik alles wat van waarde is? Nee, de diamond. Oké, en go up. Go up, 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 and away. Oh mijn god, dat is een iron chestplate. Ik wil niet dat iemand die krijgt. In nog geen 100 jaar, echt waar. Dit mogen ze... Oh, vergeten. Nice, ik heb de potato. Nice. Goed, nu moet ik even gaan kijken. En dan moet ik even mijn inventory organiseren. Bla, 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 bla. Oké, ik heb in principe alles. 1 iron ingot. Er zat ook geen zoden aan de dijk, maar het volstaat. Goed. Mijn hart klopte daar even. Echt waar. Goed wel, nou moet ik in principe nog een iron ingot vinden. En dat is het moeilijke van het hele verhaal. Want wel, de armor is goed, daar niet van. Maar ik zal een beter helmpje kunnen gebruiken en wat betere schoenen. Maar ik denk beter eerst de helm. Mijn hart klopt serieus in mijn keel. Ik ga half dood nou. Maar geef toe. That was some intense shit, bro. Goed wel, er is niet echt iemand dood. Ja, er zijn wel wat mensen dood, maar het is niet zo van dat er echt veel mensen dood zijn. Tja. Oh, kijk, nou, als je het over de duivel hebt. Goed, ik moet denk ik wat gaan ondernemen. Wat ik gewoon hoop is dat ik gewoon mensen in het water kan jagen. Zoals die ene kerel, dat hij gewoon dood was. Want als hij gewoon was weggerend, dan was hij gewoon misschien wel weggekomen. Maar in het water, nee, dan ben je ook gewoon dood. Daarom zal ik nooit in deze map in het water gaan. Gewoon nee. Er is praktisch geen water en je kunt gewoon veel beter rennen. Ja, nee. Ik wil weten wat je hebt. Heeft een diamond axe, geweldig. Ja, diamond axe. Wel, dan ga ik gewoon blijven rennen, hè. Het enige wat ik... Oh, fuck! Hij is goed. Hij is goed. Juke. Wat voor wapen heeft die mol? Ja, diamond sword. Nee, ik ga echt niet tusselen met jou, hè. Dan wacht ik wel tot refill en dan krijg ik wel wat iron ingots bij Fort Buck. Misschien moet ik maar naar Fort Buck gaan. Laat ik dat doen. Dan ga ik hier achterlangs zo. Hij zit achter mij. Kutzooi. Als ik maar weg kan komen, dan ben ik in principe blij even eten. Oh wow, ik moet me echt mengen in dat gevecht. Anders is het GG voor mij. Kom op, maak hem dood. Alsjeblieft, maak hem nou dood, man. Ik heb vast wel iets van een... Nee. Mijn loot, mol. Ik wil me hier echt in principe niet in mengen, maar... Oké, nu ben ik weg. Nu ben ik zo weg. Ja, hij zit achter me aan, lolcats.
Ik haal het tot deathmatch en misschien win ik wel van hem. De kans is klein, maar hij is er. Wow, hij heeft damage. Heb ik een diamond sword opgepakt? Kutsoort. Die heeft hij nou. Ik heb niet eens een iron ingot, man. Kutsoort, echt waar. Ik heb gewoon niet eens een fatsoenlijke iron... Oh, appels. Lol. Vreten, daar heb ik genoeg. Daar niet van, maar... Weet je wat, laten we het gewoon eindigen. Nu of nooit, klaar ermee. GG. Ja, ja, full iron. There is no way dat ik dit win. Heb ik een flint en steel? Nee, zoals dat. Oh. Dit is mijn beste kans. Dood. Fuck mijn hol. Hij zit in de fik, nice. Brand in hel. Diego, we moeten teamen, echt waar. Op hem! Fuck. Nee, ik ben... Ja, nee. Diego, je mongol! Echt waar. Wauw. Wauw, kerel. Nou ja, het wel verdiend. Full iron, diamond sword. Daar kan ik niks over zeggen natuurlijk. Dat is gewoon goed gewonnen. Dat is gewoon GG. Ja, GG. Ja, GG. Maar goed jongens, weet je wat, bedankt voor het kijken. Ik heb best wel lol gehad in deze Hunger Games. Ik stond er ook wel redelijk goed voor, maar ja, kills met diamond swords. Nee, dat is onmogelijk voor iedereen. Maar ik ben derde geworden. Als die Diego, dat is ook gewoon waardeloos. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Wil je meer Hunger Games? Laat dan even een like achter. Dan komt er zo snel mogelijk een nieuwe online. En wel, dan zeg ik tot de volgende keer. Subscribe als je het niet hebt gedaan. Volg mij op Twitter. En dan is het nou. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Later met ze.